Ik ben Tani Felghari. Wat ik hier doe is onderzoek naar de ziekte anemie. Dat is een ziekte waarbij de bloed zuurstof niet goed kan opnemen. Ik heb voor deze opleiding gekozen omdat in mijn familie heel veel van de ziekte anemie voorkomt. En het was een heel goede motivatie voor mij om zo'n onderzoek te gaan verrichten. Hier is het hartstikke leuk om te werken, want je komt elke dag iets nieuws tegen. En je kan elke keer een nieuw probleem oplossen. En ook als je problemen hebt, dan staat iedereen wel naast je om te helpen. We feesten ook soms, vooral als er een onderzoek heel goed is gegaan. Of als je je resultaten hebt bereikt, maar soms ook zomaar. Je moet wel multifunctioneel zijn, want je moet heel vaak meer dan één ding tegelijkertijd gaan doen. Dus meer dan één proefje tegelijkertijd, anders haal je het nooit. Als je echt je doel wil bereiken, dan moet je niet denken dat je een baantje van 8 tot 5 hebt. Ja, heel vaak proefjes duren langer dan een dag, soms een week, soms langer dan dat ook nog. Maar als je uiteindelijk je resultaat hebt bereikt, dan is het wel de moeite waard. Feel the chemistry.